En ook de acties van de bond bij het Slands Hospitaal is vandaag opgeschort. Bondsvoorzitter Imro Edam geeft aan dat zij hebben ingestemd met een afkoop van 6000 SRD over de achterstand van het jaar 2020. De gemoederen waren vanmorgen zo verhit dat de verpleegkundigen voor het gebouw van het ministerie van Volksgezondheid protesteerden en de straat blokkeerden. De bondsleden zijn vanaf dinsdag in actie en hebben er vanmorgen op gestaan antwoord te krijgen op de problematiek. Het lijkt wel redelijk ten aanzien wanneer het zou gaan over afkoop 2020. Konden wij als bestuur ons terugvinden. En het enige wat wij ook, dat is hoe wij tenminste de leden erover zouden denken. Het gaat over namelijk drie zaken. De afkoop van 2020 en een vervoerstoelage die vanaf 2021 januari dat zou uitbetaald moeten worden, een verschil van 300. En ik had tenminste aan de minister voorgesteld, zeg van houdt u rekening mee dat men dat wel kan afwijzen. Want men had wel in planning om dat in termijnen ook te betalen. En voor de rest was ik wel positief ingesteld dat men dat zou accepteren. En inderdaad is het zo geweest. En men heeft hetgeen dat de minister heeft voorgesteld geaccepteerd. Wij hadden 8000, minimaal 8000 gevraagd. En de minister heeft een bod van 6000 gegeven. En wanneer we kijken wat de overige ziekenhuizen gehad hebben, dan zeggen we oké, op basis daarvan gaan we akkoord. Omdat we ook meeleven met de huidige situatie waarin we leven. Financiële situatie, maar dat neemt niet weg dat wij niet zeggen dat de zorg niet beter moeten gaan verdienen, maar dat is een ander ding apart. Maar ten aanzien van die afkoop van 2020 zijn de leden akkoord gegaan en ze hebben de bond de opdracht gegeven om terug te gaan praten over die vervoerstoelage. En dat hebben we intussen de minister doorgebriefd. En maandag gaan we weer zitten om op korte termijn een oplossing te zoeken ten aanzien van vervoerstoelage. Het verschil maar niet vervoerstoelage. Maar voor de rest heeft men de actie opgeschort totdat die overige twee zaken, namelijk een ander besluit ten aanzien van vervoerstoelage en opstarten van die onderhandeling van 2021. De bond besluit maandag of de acties worden opgeheven. Van de directie krijgen ze dan de informatie over hun vervoerstoelagen.